leren. Kinderen het huis uit. Maat van seks. Hoe meer pijn in het lichaam, des te sterker de geest. Pijn is zweet. Pijn is zwakheid die het lichaam verlaat. Je moet nu wel een keer van die fiets af. Je zit er al 2 dagen op. Je moet ook even een andere kant schepen. Ik zal rennen. Ik zal zwoegen. Ik zal fietsen. Ik zal pijn lijden. Uitputten. Afbeulen. Brullen. Ja, van de honger. Ik zal kapot gaan. Ik zal mager zijn. Ik zal graag mager zijn. Ik zal lachen. Gieren. Brullen. Ik zal de goede vrouw zijn. Kijk, ik ben geen centimeter meer dan ik zou moeten zijn. En jij daarentegen? Ja, ja, scheld mij maar uit. Dat heb ik graag. Kom maar, je bent wel wat fors. Wat fors? Dank je. Kom maar, ga maar door. Fors is alles behalve sexy. Je kan er wat aan doen. Je moet daar aan werken. Elisabeth, jij begrijpt het verkeerd. Fors, dat is het hier en nu. Fors is het nieuwe maken. En fors is wat we zijn. En fors is wat we zullen blijven. En er is niks verkeerd aan fors zijn. Maar fors is alles behalve atletisch. Ja, en je weet hoe ze het maken. Ja, die proberen het niet om dun te zijn. Juist. Ja, die hebben geen persoonlijkheid. Nee. Die klagen over een tonnetje terwijl ik hier een heel, nou ja, bier van te houden. Dit was zijn leuk. Leuke. Grappig over die. Dikke vrouwen zijn. Ja, werk harder. En gaan vrolijker door het leven. Oh, vindt dunnen ze een beter gevoel? Ja. Man. Zijn goed voor anderen. En voor elkaar. Zijn goed voor de mensheid. En ze durven tenminste te leven. Ja. En dikzakken zijn gezelliger. Ja, ja. Dikzakken moeten wel, hè? Dikzakken moeten toch wat? Ja. En dikzakken zorgen voor verduur. Voor ontspanning. Vermaak. Spanning, ontwikkeling, voor een stukje gevoel in de samenleving. Ja. Nou ja, dikzakken zijn de meerwaarde voor de maatschappij. Ja, en bovendien pijpen ze beter. Oh. Ja. Even over dat pijpen, hè? En stop, mannen vinden ons aantrekkelijk in bed. Ons? Vind je mij heel dik? Oh, girls. We moeten compenseren. Compenseren? Waarvoor? Die dunnen zijn niks en dan moeten wij compenseren. Dat is niet eerlijk. Nee. Zelfs het etiket van onze kleding is groot. Dat is gewoon niet eerlijk. Wij zijn niet gezelliger. Dat denken ze maar. Wij zijn niet vrolijk. Dat denken ze maar. Ik zeg je, het is niet eerlijk. Dikkers zijn vies, grof en onverzorgd. Maar oh, wat zijn wij gezellig. Dat zijn we niet. Dat denken ze maar. Ja, en als je het maar vaak niet tegen jezelf zegt, dan ga ik nog lopen. Goedemorgen, dames. Heet u allen van harte welkom. Het verwachte onderzoek duurt 3 minuten en 8 seconden. U dient beide handen vrij te hebben voor het onderzoek. Uw BH dient losgemaakt te zijn en opgeborgen in uw sporttas. Het is echter niet altijd nodig om de geheel van uw BH te ontdoen. U kunt ook de hoogte van uw buik laten hangen. Let erop dat u comfortabel zit of staat zodat u nergens in geblokkeerd wordt. Vanwege veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan opgewonden mannen of vrouwen in uw buurt toe te laten tijdens het onderzoek. Ga bloot voor de spiegel staan en kijk goed naar uw borsten. Herhaal dit met de armen in de lucht en wees alert op veranderingen. U zult waarschijnlijk zien dat uw borsten niet volkomen gelijk zijn. Dat is bij de meeste vrouwen het geval. De ene borst is iets groter dan de andere. Dan wil ik u nu vragen te gaan liggen. Plaats de handen om uw rechter schouder en doe uw rechter arm omhoog. Hierdoor is het borstweefsel gelijkmatig over de borst verdeeld. Leg nu uw vingers op een plek van de huid en maak een beetje draaiende beweging. De structuur onder de huid wordt hier goed voelbaar. U draait cirkels om de borst heen, van de buitenkant naar de tepel toe. U kunt ook werken in een rechte streep naar buiten, alsof u de lijnen van het taartpunt volgt. Te beginnen bij de wijzer van 12 uur, daarna 1 uur enzovoort. Als laatste controle gaat u over uw borst op en neer, van boven naar beneden en weer terug. En wat? Als er geen morgen meer is. Nou, wat dan? Sophie, wat doe jij nou? Wat ben je allemaal? Hoe was het bij de dokter? Het is mis. Hoe mis? Goed, mis. Je had wat moeten zeggen. Wat had ik moeten zeggen? Hoe erg is het? Erg? Met uitzaaiingen en zo. Alles erop en eraan. Oh, ik heb het niet gezegd. Opa, heb jij niets? Welke soort is het? Doe even normaal, zeg. Puur in
geen gedoe. Oké, geen gedoe. God, wat verschrikkelijk. Ik sport voorlopig dus maar niet meer mee. Ja. Kaini, nou heeft het ook overleefd. Ja, misschien heeft ze toch nog een carrière voor me weggelegd. Ze gaat heus niet gelijk liggen hoor, we proosten. Als het laat met is goed, zo laat ik het beleven. Ik ben niet boos. Ik hou van jullie. Hooguit een beetje dronken. Wat een zootje heb ik ervan gemaakt. Ja, anders ik wel. Ja, en ik. Maar we leven nog. Ja, ja, we leven nog. Achtbaansgewijs, zeg maar. Maar we leven! Ja. Een nachtkalender? Oh, met naakt. Met vrouwen! En wat voor vrouwen? Ja, anorexia's. Photoshop. Hey, fake. Nee, het moet echt. Het moet oprecht. Het moet alles behalve fake zijn. Ja. Moet je die vrouwen zien? Dit zijn toch geen vrouwen meer? Nee. Dit zijn net. Rietjes. Ja. Het zijn keppers. Zie je het ook? Daar raakt een haan nog niet opgewonden van. Wacht! Gaat het dan? Onverantwoord. Onmisstaanbaar. Afschuwelijk. Inspirerend, maar niet om aan te zien. Moet jij zeggen? Het moet oprecht. Nee, het moet echt. Wat? Rivelen. Wij moeten naakt. In een ander leven zou ik uit de roetijd komen. Billen, benen, borsten. Die mochten toen gezien worden. Mama is Latijn geborsten. Nou, die heeft ze me gegeven. Die hebben het leven mogen leven. Het zou in de middeleeuwen geweest kunnen zijn. Rubiaans. Sensuela. En rondo bovendien. Pas nu weet ik hoe kwetsbaar we zijn. Doe je ogen dicht. Leg je hoofd tegen mijn borsten. Zie een moeder. Zie een dochter. Zie een vrouw. Elke ontboezeming is er één voor jou. Zie mijn borsten. Zie de zee. De nacht is nog nooit zo mooi geweest. De nacht is nog nooit zo lang geweest. De nacht is nog nooit zo zwart geweest. Zie mijn borsten, zie ze golven.